Yo, ik ben Giel, Thomas, Stefan en vandaag gaan we sporten in winkels! Nee, niet leuk? Nee. Ja, ik vind het wel leuk. Zou je niet zeggen dat je zo moet? Zo toch? Ja. Ja? Oké, nou dit keer hebben jullie bepaald dat we moeten gaan sporten in winkels. Zeker. En wij dachten, we maken er gelijk een wedstrijd van. Ja, degene die het langst binnen kan blijven zonder eruit getrapt te worden, die wint. De timer gaat in vanaf het moment dat we de deur doorgaan. Giel, welke sport ga jij doen en waar? Ik heb besloten dat ik ga golven in een bouwmarkt. Oh my god. En ik heb besloten dat ik ga vissen in een supermarkt. Ja, en Thomas. Ja, wat moet ik gaan doen? Ja, jij Thomas, we hebben voor jou nog wel een leuke. Die krijg je zo te horen. Ja, die krijg je zo te horen, ja. Okay. Ga omkleden. Kom. Ga omkleden. Kom. Ken je dit, jongens? Golven met paarse kleding. Golven in een bouwmarkt. Moet lukken. Vandaag ga ik me transformeren tot een echte visser. En laat ik vissen nou echt de tofste sport vinden die er is. Dat is echt helemaal mijn ding. Dat heb ik super vaak gedaan en zo. Dat ga ik toch nooit passen, jongens. Oké, ik denk dat ik mijn schoenen even uit moet doen. Giel! Meer, harder. Ben jij veel naar de McDonald's geweest de laatste tijd? Of wat? Nee, niet eens. Daar is over de Mac. Nou, wij zijn klaar. Inderdaad. Alleen één iemand mist nog een outfit. Hè, Thomas? Ja, dat ben ik, hè. Nou, ik heb wel iets voor je, hoor. Ja? Ja, loop maar even. We hebben iets leuks. Dat is voor mij. Kijk. Ik ga schaatsen. Jij gaat. Nou, niet zomaar schaatsen. Nee, niet zo, nee. Dit zijn echte kunstschaatsen. Luister daar. Bij echte kunstschaatsen wordt natuurlijk een echt lekker fout kunstkostuum ding. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, en je moet er wel naakt in trouwens. Oh, oké. Dat hoort. Waarom staat altijd alles jou goed? Heeft hij nou echt bijna niks onderaan? Nee, hij heeft niks onderaan. Ik heb hier zoveel onderaan. Dat hoeven we niet te zien. Maar goed, ben je klaar voor? Ik denk het. Nou, dan gaan we in Gielse golfkarretje naar de eerste locatie toe. Ben je er klaar voor? Nee. Nee? Nee. Oké, onthoud goed, je tijd gaat in van het moment dat je door de deuren heen gaat. Oké, is goed. Met je golfclubs niet, hè? Succes, Giel. Wat ziet dit er belachelijk uit. Wat heb ik hier voor... Oké, de tijd loopt, hè? Tijd loopt. Wow. We zijn binnen. Maar ziet er zo grappig uit. Oh, ik kom even een bolletje slaan. Ja, voor! Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, ja, ik ben aan het golven. Ja. Vindt u niet erg, toch? Hop. Just. Hallo, zou jullie de winkel willen verlaten? De winkel willen verlaten? Waarom? Mag ik niet alsjeblieft mijn spelletje afmaken? Gewoon een bezoek. Echt? Ja. Ik wil er niet uit, meneer. Ik mag er echt niet uit. Nee, ja, dat is heel kut. Hij vindt het kut. We gaan door. Oh! Oh! Sorry. Oh, dat ging maar net goed. Nou, ik ben keeper geweest. Dus... Je bent keeper geweest? Niet wow! Maar, nou, dan ben ik blij dat ik geen aardige balletjes gebruik. Oef. Ik wil alleen vragen dat toch... Maar ik wil er echt niet uit. Wat zijn de plannen? Nou ja, we doen een wedstrijdje wie zo lang mogelijk in een winkel kan sporten. Giel moest hier golven. Ja. En dan is de vraag van of u even naar buiten wil sturen, anders gaat hij wel winnen. Ga ik gelijk doen. Yes! Ja, kom op! En hardhandig, hè? Ja, zo hard mogelijk. Ja, zo hardhandig. Zo hard mogelijk. Dag Giel. Hé man, alles lekker? Nee, alles lekker. Hey, Jazeker. Kijk, ik word hier oprecht heel goed behandeld, hoor. Ja, nou, dus zoals het hoort. Zoals het hoort. Maar je mag gewoon naar buiten. Ja. Je vrienden bent uit aan de schat winnen. Dus, ja, maar dat wil ik niet. Nou. Ja. Nu zie ik hem. Ja? Ja, hij is daar. Ik wil er niet uit. Ik wil er echt niet uit. Ja, je gaat verliezen, jongen. Ja, hij wordt er nu wel uitgezet, hoor. Ik wil er echt niet uit. Vaste prik. Nee, maar nee. Ik kan er echt niet uit. Nee, ik kan er echt niet uit. Nee. Au. Nee. Ik ben niet uit. Jazeker. Nee, jongen. Nou, de tijd is 14:28. 14 minuten binnen, ik denk veel langer, man. Nee, gaat een kwartier, nee, man. Tijd, man. Wat denk je nou? Ik zie binnen. Een kwartier is je lang. Iedereen die zei dat ik naar buiten moest. Iedereen. We zijn er wel dat kunnen. Is toch logisch? Ja. Omdat je staat in golven daar, lul. Als je het draaien binnen loopt, zet ik de tijd. Ja, ik beloof het zelf. Hoe denk je dat Stefan gaat doen? Dus Stefan het hartstikke goed gaat doen. Ja? Ja, dat denk ik wel. Hij is een echte visser, hè? Ja, hij is een echte visser. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Oké, focus. Ik ga gewoon vissen. Hey, succes, je gaat gewoon even een lekker stukje vissen. Succes! We hebben tijdloop. Ik heb gehoord dat hij een hele goede vis is. Waar kan ik dat vinden? Ja, breng je me er even heen? Oh, stop. Dat is aardig van je. Alleen dit? Dit is alle vis wat je hebt? Oké, nou, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat denk jij? Gaat hij 10 minuten halen? Ik hoop dat hij er heel snel uit moet. Dat hoop ik ook, want ik heb stervenskoud. Ik zou bijna een visje gaan halen. Ja, man. Oh. Ik weet helemaal niet hoe dit ding werkt, joh. Hey, ik wil stoppen met filmen. Ja, ik heb beet. Ja. Lekker. Oh. Ik heb garnalen gevangen. Top. Ja? Grilltje. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik zit erbij. Grilltje. Oké. Maar dit is ook deze gevangen. Ja, ik heb gehoord dat hier dus echt een hele goede vis is. Dus ik dacht, ik ga wel even vissen. Kom meneer, we gaan lekker naar buiten. Ja, is goed. Sorry. Ik wil niet naar buiten. Mijn tijd loopt nog. Ik moet snel nog een visje pakken. Ik heb toch nog een haringkie gevangen. Ik ga me gewoon verstoppen. Oh, kut. Oh shit. Oké, dan ga ik even hierin. Oh nee, mijn stok. Kut. Hoe moet ik nou heen? Oh shit, nee. Oké, geef me over. Maar mijn tijd loopt nog, dat is goed. Oh nee, mijn stok is gebroken. Nou, het duurt wel lang met Steven. Ja, 4,5 minuten al. Echt 4,5 minuut? Vertel even, wat ben je aan het doen? Nou, de opdracht was... We gaan sporten vandaag in verschillende winkels. En de opdracht is om zo lang mogelijk binnen te blijven. Ja, en jij wil winnen. Ja. Nou, dan ga je deze jongen een kopje koffie geven. Yes! Ga jij daar zitten? Ja, oh shit, kijk, dit is gewoon een talking about. Hallo! Nou, wat wil jij hebben, jongen? Wil je blijven zitten? Kopje koffie? Bijna 6 minuten. 6 minuten? Holy shit. Ja, goed, ik krijg een kopje koffie aangeboden hier. Dus dat is heel top. En dan kan ik nog een paar minuutjes mee spokkelen. Ja, het is allemaal een beetje flauw, maar het is leuk. Tenminste, wij vinden het zelf leuk. En ja, onze kijkers vinden het ook leuk. Kijkers! Zo, is ook een flinke bak ook, hè? Lekker, man. Oh, lekker shit. Het smaakt ook. Jullie bedenken vooraf, zeg maar, nou, wat gaan we doen vandaag? Nee, de mensen thuis. Oh, mensen thuis. Hij moet eruit! Stefan moet eruit! Hij is koffie aan het drinken, zegt hij. Nee, Steven moet eruit! Die wordt teruggeholpen. Let op de pinkatten. Daar last van dat winkelwagens van de Jumbo werden omgewisseld met de winkelwagens. Ja, dat waren wij ook. Ja! Oké, gelijk even bellen. Oh shit. Sorry mevrouw. Heren, dankjewel. Succes. Ja, komt goed. Nou, ik heb nu wel echt een goede tijd neergezet, denk ik, of niet? Oh, dat was hij. Hij is eruit. Stop de tijd! Nou, dankjewel hè. Rustig aan, doei. We dachten jullie, ik zet hem bij een visboer neer. Ja. Lekker toepasselijk. Ja man. Lekker visje eten. Ja, natuurlijk. Oh, jullie hebben vis. Ik heb ook vis, jongens. Ja, kijk. Het is nog steeds dezelfde alleen, maar goed. Weet je wat je tijd is? Nou. 10 minuten 22. Logisch. Ja, echt. Echt waar. Dat meen je. Ja, je hebt echt het gevoel dat je lang binnen bent. Ja man. Oké, maar kijk even wat op dat bord staat, jongens. Thomas, dit is een gemeentehuis, een politiebureau en een bibliotheek. Maar het is ook een politiebureau. Ah, top. Ah, dat is leuk, toch? Dat is leuk, man. Dat is makkelijk, man. Kom, dan gaan ze dat vast waarderen. Ja, dit ziet er heel goed uit. Doe je goed je best doen, hè? Ik ga zeker mijn best doen. Oh, daar gaan we dan. Kijk nou hoe mensen ook kijken. mensen willen rust. Die mensen hebben geen zin in muziek. Ja. Dat is een dub, dat is een dub. We kunnen ook kijken als wij naar binnen gaan wat er dan gebeurt. Ook nog een stukje aan. Ja, oh, er komt de handhaving, er komt de handhaving. Ja, er komt de handhaving. Ja. Nou ja. Meneer, zet hem eruit. Ik ben volgens mij al 80 rondjes door de bibliotheek gegaan en er gebeurt helemaal niks. Blijkbaar is dit gewoon heel normaal. Maar ik heb een partij pijn aan mijn voeten, dat is niet leuk. En zo hem ophalen met het golfkarretje. Thomas, je kan dit echt niet maken. Je hebt gewonnen. Je moet eruit. Je kan die mensen, je bent strontvervelend. Nee, dat is prima. Nee, dat kan niet. Echt. Ja, je stap in, want je hebt gewonnen, man. Dat kan echt niet. Nice. Kom, we doen even een eerder rondje. Yes, ik heb gewonnen. Gefeliciteerd, jongen. Yes. Hallo, mevrouw. Thomas. Yes, dankjewel. Ik ben trots op je. Ja, hij kan echt supergoed kunst schaatsen. Het gesprek gaat hier ook gewoon doen. Alsof we niet bestaan. Ja. Oh, kijk, we worden eruit gezet. Ja, we gaan. Hallo meneer. Ik wou echt wel wat zeggen, maar ik dacht eerst vond het wel grappig, maar ik denk nee, nu ga je gewoon lekker erbij. Ja, we kwamen hem ophalen. Hij heeft gewonnen. Ja, dat begrijp ik. Hij heeft gewonnen. Hoi. Tot ziens. Dankjewel. Doei. Thomas? Ja. Ik denk dat wij het voor je hebben verneukt, want volgens mij zijn ze de politie aan. Ja, jullie hebben het weer verpest voor mij. Oké, let's go. Het ging zo lekker. Let's go. Je hebt gewonnen, man. Yes. Volgende week. Thomas! Ja, wat gefeliciteerd. Dankjewel jongens. Ja, nou voor je een knijterharde aflevering geeft dan 86.411 duimpjes omhoog. Lekker specifiek. En ken je ons nog niet? Abonneer dan heel gauw op ons kanaal. En je kan ons volgen op social media. Twitter, Facebook, Instagram, Hives, whatever the fuck je wil. Ja, inderdaad. Okay, en laat even in de reacties weten wat jouw nieuwe goede voornemens zijn. Ja, en aanstaande zaterdag is weer een nieuwe aflevering van Het Jachtseizoen. Kijken dus allemaal om 5 uur zaterdag. Ja, en wij wensen jullie bij deze allemaal een hele fijne jaarwisseling. Tot in 2017. Yes! Fijne jaarwisseling. Doei!